Beste leden en beste vrienden van Vught. Vandaag vieren wij samen met onze vereniging ons paasfeest en ook ons 40-jarig bestaan. Geef ze nog een duidelijk applaus, Sylvia! Dankjewel. Heel goed, José. U schommelt met de ringen? Pas op met uw foto toestellen, meneer. Want, u schommelt met de ringen. 1, 2, 3, hop. U knipt in uw vingers en de ringen zijn uit elkaar. Ja. José, heb je uw vingers geknipt? Niet gelukt. Heb je uw vingers geknipt? Ja. Ik heb het niet gehoord. Allee, we zullen het nog eens doen. 1, 2, 3. Neem de ringen zo vast. Goed plakken, hè, José. 1, 2, 3. U knipt in de vingers. Zo. En de ringen zijn uit elkaar. Joseka, zo. We hebben twee zwarte en we hebben twee rode koningen. Als u nu een kleur zou mogen kiezen, wat zou u kiezen? Zwart of rood? Rood? Ja. Oké, neem de rode kaarten eruit. Voilà, leg de zwarte even op tafeltje. Nee, daar is het tafeltje wel, hè? Ja, voilà. Je hebt die twee rode kaarten nog vast, hè? Ja. Oké. Dan mag je die rode kaarten stuk scheuren. Nou, ik heb er nog van, hoor. Maakt niet uit. En gooi ze maar weg. Voilà. Je mag de andere twee kaarten er ook terug bij nemen. Dat zijn de twee zwarte kaarten. Heel goed, Madeleine. Voilà, laat dan gaan iedereen zien dat de schoppenkoning is. Voilà. Scheur hem maar stuk. En gooi maar weg. En dan mag je je andere kaartjes terug bijnemen. Wat staat er op je kaart, Madeleine? Klaver. De klaverkoning. Madeleine, ik heb eigenlijk een klein beetje gelogen tegen je. Ik heb geen vier koningen vast. Ik heb er eigenlijk maar één vast. En dat is de... Klaverkoning. Deze kaart. Leeg. Deze kaart. Leeg. Deze kaart. Leeg. En hier hebben we de... Klaverkoning. Dankjewel. Een zwarte kip willen nadoen. Een zwarte kip. Het is heel belangrijk dat het een zwarte kip is. Oké, doe maar.
moeten daarmee lachen. Hè? Nu denkt je dat je hetzelfde moet doen, hè? Nee, dat is niet waar, Steven. Ja. Voor u een witte kip. Een witte kip. Een witte kip. Doe maar een witte kip na. Met de nodige geluiden uiteraard. Een haantje of een hennetje? Kies maar. Als het maar een witte is. Kukkelikukkel. Dat is een in mijn keelontsteking. Was voor jullie duidelijk? Ja. Voor mij ook niet zo, maar ik vond dat gewoon plezant. Oh, mevrouw, meneer. Maar ik vraag nou alle twee jullie linkerarm even uit te steken. De vuist met de stenen. Zit hem in uw linkerarm? Nee. Ah, oké. Okay. Sorry. Wacht. Ik zal niet kijken. Oké. Volgens mij, als het goed is, zit hier de witte steen en hier de zwarte steen. Dames en heren, hier de witte steen, hier de zwarte steen. Geef ze nog een dame het applaus. Dankjewel. Gaat over de fles. Deze koker gaat... Dat is een reservefles. Hè? Ik zal ze hier zetten. Voilà. Dus deze koker over de fles. Deze koker over het glas. Ik knip in mijn vingers. Hebben hier de... Het? Het glas. Voilà. En hier de... Fles. Heel goed. Nu, het is heel belangrijk als u dit thuis ook eens wilt proberen. Om de kokers ten alle tijde leeg te laten zien. Als we die kokers niet leeg laten zien, gaan ze de... Is nog een fles. Ja, sorry dames en heren. Het is een nieuwe act voor mij. Ik moet een klein beetje oefenen. We beginnen gewoon terug opnieuw. Een glas, een fles, twee kokers. Deze koker gaat over het glas. Deze koker gaat over de fles. Ik knip mijn vingers hier. Het glas, hier de fles. Dat is de snelle versie. Ik kan nog eens sneller. Deze koker over de fles. Deze koker... Gaat hier nog een leuk feestje worden vandaag. Allee, nog één keer. Deze koker over de fles, deze koker over het glas. Ik knip in mijn vingers, hier de fles en hier het glas. Dames en heren, en de voor jullie rechtse koker is helemaal leeg. Maar dames en heren, de voor jullie linkse koker is ook helemaal leeg. Oké, sorry. Laatste keer nu, hè. Deze koker over de... Deze koker over het... We knippen in de vingers, doen maar allemaal mee. Dan hebben we hier de... Fles. En hier het... Oh, twee flessen. Kun je nog volgen, Danny? Ik ook niet. Oh.
Zo. We starten gewoon helemaal terug opnieuw. We starten altijd met een glas, een fles en twee lege kokers. Ik ga die hier even zetten. Zo. Dames en heren, deze koker zetten we over de fles. Weet je wat, we nemen die fles er al uit. Zo, dan kan die al niet meer terugkomen. Hè. Zo. En deze koker gaat over het glas. Het is al geteld, Annie? Nee. Ik ook niet. Speciaal voor mij om naar het Gast of Delicia te komen. Zware Jerry. Naar het Gast of Delicia komen is ook thuiskomen voor mij. Want hier in deze zaal, dames en heren, heb ik enkele jaren geleden, klopt dat ik ga zeggen, just, mijn allereerste optreden mogen doen. Oh. Ja, echt waar. Altijd speciaal voor jullie. Dank je wel.